Zuidleeuw is klein, maar het is wel een stad. Het kreeg zelfs al stadsrechten in 1106. De ligging aan een bevaarbaar riviertje zorgde voor bloeiende handel en lakennijverheid. En dat verklaart waarom hier zo'n fors en sierlijk kerkgebouw gebouwd kon worden. Uniek is dat de kerk alle stormen van de geschiedenis haast zonder kleerscheuren doorstaan heeft, zodat ongewoon veel middeleeuwse kunstschatten bewaard zijn gebleven. Ze is ontsnapt aan de beeldenstorm. In 1566 hebben de Spaanse huursoldaten die hier gekazerneerd waren, de beeldenstormers buiten de muren van de stad gehouden, gewapenderhand. Tijdens de Franse revolutie hebben drie kanunniken van de kerk gecollaboreerd met de revolutie, namelijk de eed van trouw afgelegd aan de republiek en haat gezworen tegen het Franse koningdom. In 1827 was het de bevolking zelf die een Leuvense antiquair na een pak slaag de stad uitjoeg omdat hij met een paar kunstschatten wilde gaan lopen. Tijdens de restauratie werden piepkleine verfresten ontdekt en zo kon de kerk opnieuw in de oorspronkelijke middeleeuwse kleuren geschilderd worden, ossenbloed en oker. Het heeft allemaal jaren geduurd, maar het laat zich raden hoe de pastoor en de conservator zich nu voelen. Een gelukkig man. Na zoveel werfvergaderingen, na zoveel grote en kleine problemen, eindelijk de verlossing. Het is misschien...